Like nu, abonneren. Kunnen wij 3000 likes halen? Please. Do it. Succes met de video. Like deze video natuurlijk in 3 seconden tijd. En vandaag gaan we naar een pretpark toe. Hoe leuk is dat, mensen? Een facecam? Wow. Dat heb je al lang niet meer gezien bij GTA 5, hè? Als wij voor de 10.000 likes, dat is voor ook eigenlijk vraag. Gaat niet worden. Nee, maar bij de 3000 likes ga ik dus meer met een facecam opnemen. Zoals jullie kunnen zien ben ik een attractiepark aan het binnenrijden. En ik ben echt benieuwd wat er in deze attractiepark eigenlijk allemaal te vinden is. Hier heb je een groot circus. Maar is er iemand ook in het circus? Volgens mij wel, hè? Of niet? Ja, ik zie daar wat. Oh my god, ik zie hem ook rennen. Nee, joh. Oké, dit is wel echt super eng. Oké, we gaan even van de motor afstappen, denk ik. Dat is Ronald. Wat doet Ronald daar? Hey. Niet de bedoeling, hè? Oh my god, maar even eerlijk, deze attractiepark ziet er laap uit. Oh, 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 oh. Hoppa. Para tikken geven, jongen. Hoppakee. Dat verdien je wel, hè, Ronald. Maar wat is dit dan? Oh, het is een olifant. Maar, ah, we hebben hem te pakken, hoor. Kijk dan, we hebben hem ge... Oh my god, is dat bloed? Of is dat gewoon, ik weet niet, het is gewoon een mat, weet je wel. Maar, als ik zo kijk, ik vind het een mooi park. Alles is gewoon compleet. En ik moet zeggen, ik heb wel eens eerder in zo'n attractiepark video gemaakt. Maar dat park was helemaal nog niet compleet. Hij was nog in de bouw. En sinds vandaag of zo, gisteren of 2 weken geleden, ik weet het niet. Staat deze gewoon als mods ertussen. Maar wat is dit voor plek? Oh my god. Hier heb je echt allemaal soort apparaten. Kermisattracties. Weet ik veel wat. Super cool. En wat is dit eigenlijk? Dit is zo'n bootcamp of zo, toch? Oh nee, hier kun je suikerspin halen. Voor de mensen die het lekker vinden, kunnen lekker suikerspin halen. En hey, Tiffany? Wat doet Tiffany daar? Oh my god, Tiffany wil me aanvallen. Nee, 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 nee. Dat gaan we niet laten gebeuren, Tiff. Uh-oh. Nee, pas op. Oh nee, uh-oh. Nee, ik raak er ook gewoon helemaal niet. Wat is dit? Oh my god, Tiffany. Stop daarmee. Oh my god. Dat is niet de bedoeling. Sorry, Tiffany. Had je niet moeten beginnen. Damn it. Dit park is insane, gasten. Oh my god. Ik zeg het je heel eerlijk. I'm flabbergasted gewoon. Nee, oké, dat niet. Maar ik vind het wel echt onwijs gaaf. Maar wat is hier nog meer? Hier heb je nog een ander tentje en... heel bijzonder of zo, toch? Oké, en ik moet om 2:30 naar de tandarts. Ik hoop dat het gaat lukken. Oké, het is 3 uur 's nachts. 2:30. Ja, goede vraag, man. Maar, oké, daar moet ik een beetje mee uitkijken. Dit is gewoon het uitgangetje. Er is meer dan tent, alleen maar als dit. Je hebt hier ook een pion. Dat is gewoon de pion, denk ik. Oké, daar moeten we dus niet naartoe in ieder geval. Maar waar moeten we wel naartoe? Oh my god. Als het goed is, kunnen we hier ook achterkomen. Oh my god. En dan heb je een soort bump race of zo. Hé, hey, er staan... Oké, Chucky staat daar. Hij mag me niet zien. Oké, laten we geen wapens pakken. Nee, geen wapens pakken. We gaan tegen Chucky, want ik denk dat ik al weet wat de bedoeling is. We gaan dus een botsauto race houden. En ik ben benieuwd wie is er sneller. Is dat Chucky of is dat ik? We gaan het bekijken, mensen. Oké, dus Chucky gaat de auto in. Oh my god. Maar wat gaat hij dan doen? Oh, hij gaat... Huh? Wat is zijn plan? Waar is Chucky eigenlijk? Oh my god, Chucky, wat ben je aan het doen? Oké, ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar in ieder geval, het ziet er wel vet uit wat Chucky aan het doen is, toch? Gaat hij maar serieus aanrijden? Wat is zijn plan? Chucky, wat doe je doen? Oh nee, 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 nee. Oké, en ik zit vast. Ik weet niet wat voor plek dit is, maar dit moet dus botsauto zijn. Chucky. Ik ga je wielen naar de klote helpen. Hè? Wat ben je van plan, Chucky? Serieus. Kom, ga rijden. Hè? Oké, we gaan even beuken toch met die auto. Hoppa. Ik ben naar achteren toe. En we gaan even beuken. Kan Chucky nog rijden? Chucky? Leeft hij nog überhaupt? Oké, nou niet meer. Ah joh, weet je wat we aan doen? Deze auto's... Ja, die zijn toch niks waard, jongens. Dat is gewoon allemaal oude troep. En weet je, kermistroep toch? Boom. Doen we niks mee. Kijk, dit gebeurt er dus als je mij lastig valt. Maar ik merk wel dat deze spel heel veel moeite krijgt. Dus op zich ook wel logisch. Dat is een zware map. Maar we gaan kijken wat hebben we nog meer in deze attractiepark. En we hebben hier dus een omega grote glijbaan. Oftewel, deze is ontzettend groot. En het is leuk om te... Het is leuk om te glijden. Nou, zonder glijmiddel dan, hè. Oké, dat is een beetje voor kleine kinderen niet weggelegd. Maar is het een grote glijbaan? Wat is het voor iets, denk je? Ik heb geen idee, maar het ziet eruit als even van de clowns glijbaan, denk ik. Maar laten we lekker gaan glijden. Ja! Oké, okay, gaan we niet zo praten. Beetje kinderlijk, hè. Maar, wat zit er op deze glijbaan? En wat het zal op deze glijbaan? Wat doe jij hier? Niet doen. Je bent gemeen. Wat denk je nou te doen? Je wil me slaan, hè? Oh my god. Sal. Auw. Het is geen leuke clown. 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 Clowntje is zo fijn. Clown. Clown. Clowntje is zo fijn. Nou, dat is niet, hè. Maar, oep. Oh, ik ben op de achtbaan. Kijk dan, wat is dit voor achtbaan, maat? Oké, en hier hebben we de motor weer. Gaan we die gewoon snel pakken, toch? En we gaan weer rijden. Want ik vind het wel echt een super, duper coole achtbaan en alles. Het is ook een super vette map. Wat wil je erover zeggen, weet je? En wat hebben we hier nog meer? Oké, dus deze gaan heen en weer. De wielen van de bus gaan niet ten weer. Oké, dat is niet waar. Oké, maar, hè? Laten we even verder gaan kijken op deze plek. En wat hebben we hier? Oh, we hebben hier een hele grote... Oh, deze is ook live. Eerlijk is eerlijk. Die kun je ook gewoon inrijden. Dit is gewoon... Hoe ze noemen, gewoon een hele vette attractie. Ja, wat was dat ook alweer? Het is zo'n spookhuis, toch? Oh, maar je kunt hier gewoon helemaal zo omhoog kijken. Weet je, het is helaas dat de attracties niet werken. Zo goed is GTA ook weer niet. Maar het is mooie decoratie. En sommigen zien dan wel gaan of zo. Oh, oké. Okay. Kijk, daar moet ik wel voor uitkijken. Het is natuurlijk ook gewoon een mod. Ik ga er niet over liegen. De meeste dingen die je gewoon gebruikt is gewoon een mod. Film je van je?
Maar deze map kun je trouwens ook zelf krijgen. Of het is geen mod, dat weet je niet. Wow, oké, pas een beetje op. Maar wel vet toch? Maar wat is hier dan eigenlijk precies? Wat is hier? Joker? Oh my god, er zit gewoon een joker hier. Oké, die gaan we even afmatten. Niet doen. Oh my god, ik weet dat je een clown bent. Maar dit moet je niet tegen mij beginnen. Niet doen. Kijk, kunnen we niet tegen, hè? Hoppa. Er zijn 3 rake klappen. En die knuppel, die mag je aan mij geven. En ik weet trouwens niet wat die joker nog steeds aan het doen is, hoor. Maar laat gewoon wegwegen, want ik hou niet zo van deze clowns. Deze clowns zijn super duper eng. Maar je kunt die gewoon naar binnen rijden. En we hebben trouwens ook glijbaan aan deze attractiepark. Oh. Oké, pas een beetje op, Deli. En we kunnen hier naar beneden. Wat komt hier eigenlijk uit? Volgens mij is het een soort exit of zo, toch? Kijk, want hier kom je dan een beetje als laatste. En hier heb je een hele sterrenruimte. Oh, en hier heb je dan een hele aparte ruimte. Oh, die clowns ook gewoon. Die zijn er allemaal uitgepopt. Boom! Maar ontploft dit dan? Nou, dat gebeurt dus niet. Ik weet ook niet of dat het plan is. Maar hier heb je dus een exit. Waarschijnlijk komen we dan... Waar komen we dan uit? Oh, hier weer. Ja. Oké. In ieder geval, 10 reten. Deze attractiepark is insane. Dat heb ik al vaak genoeg gezegd trouwens. Maar mensen, nog steeds, dit is nog lang niet alles. De attractiepark is veel groter dan dat. Kijk, want hier zien we gewoon dingen letterlijk bewegen. En dat is super duper cool. Je hebt gewoon doolhof, je hebt gewoon huisjes en alles. En ja, wat heb je eigenlijk niet? Geen beter vraag, toch? Wat is dit? Oh, dit is allemaal van die huisjes en zo. Freaking insane. Oh, hier zijn we geweest. Maar even kijken, we gaan ook naar een doolhof. Want we kunnen die ook allemaal spelen. En ja, die andere motor is gek genoeg in het water gevallen. Ik ben gewoon door de map heen gevallen. Ja, dat gebeurt wel eens, hè, als je dit soort dingen doet. Ja, dat is gewoon een beetje eigen verantwoordelijkheid. Maar we gaan dus naar de Wild Mouse. En die zit ook ergens in de buurt. En dan heb je een doolhof. En daar moest ik blijkbaar naartoe of zo? Ik heb geen idee. Maar laten we toch even kijken waar die is. Want volgens mij ben ik trouwens helemaal nog niet aan deze kant geweest trouwens. Kijk, hier heb je gewoon echt allemaal attracties. Die gaan er heen en weer. Draaimolen heb je hier gewoon. Een glijbaan. Daar zijn we wel dan weer geweest. En daarachter heb je het reuzenrad. Ik weet niet of je er één kan. Ik denk het niet. Ik denk niet dat die reuzenrad ervoor bedoeld is. En je hebt hier gewoon een brug waar je overheen kan. En we hebben hier een kartbaan. Laat even een rondje karten toch. Kijk, die karts die werken niet. Ik heb ze al getest voordat de opnames deden. Maar ik weet wel, hier heb je gewoon een hele baan. Oh. Moeilijk, hè, karten. Au. Au. Die gaan niet zo goed. En die motor blijft hangen. Laten we deze race gewoon even helemaal afronden. En laten we dat gewoon even doen. Kijk, hier gaan we gewoon zo naar beneden toe. En dan kom je hier uit. En dan komen we eens bij de Coca-Cola ding uit. En even kijken, waar is het einde? Oké, dan moet je hier zo onderdoor. En dan kom je hier. En dan kom je dus gewoon vlak bij de finish. Maar daar heb je ook een treintje. Treintje. En ik wil er weer een treintje. Oh, dat is van Witty Kast ook alweer. Hij heeft er zo'n nummer over gemaakt, toch? Treintje. We willen nog een treintje. En hier heb je een hele grote achtbaan. Ja, ik weet dat hij er niet in kan, maar als je die baan zo ziet. Holy moly. Ontzettend gaaf. En daar heb je een houten achtbaan. Oh my freaking god. We gaan even de houten achtbaan in, mensen. Dat moet lukken. Oké, guys. We zitten dus in de houten achtbaan. En je gaat dus eigenlijk zo. Oh my god. Hier ga je dus omhoog. Oké, maar is het de hoogste punt? Of wat? Hier. Woe! Ga zo naar beneden toe. Oh my god, vet man. En hier heb je er nog één. Even kijken of deze beter gaat. Oké, deze gaat heel snel omhoog, maar... Ik dacht dat we erop kwamen, maar vliegt er gewoon overheen, joh. Waarom ook niet? Ik heb hier ook namelijk een doolhof. En dat is de doolhof des doods. En ik weet ook niet waarom. Staat hier bekend? Maar we gaan er even in kijken, toch? Even kijken wat hier in de doolhof te vinden is. En we gaan even een rondje doen. Want het blijkt zo te zijn dat deze doolhof vrij gevaarlijk is. Maar waarom? Ik zie paddenstoelen. Zo gevaarlijk zijn die toch helemaal niet? Het zijn maar gewoon paddenstoelen, gek. Maar we kunnen ook niet eroverheen kijken of zo. Dus we gaan even een rondje doen hier in de doolhof. Even kijken. Zijn we dan ergens een plek of zo waar iets is? Ik had het van gehoord. Of misschien hier ergens. Ik weet het niet. Het is een beetje groot. Oh my god, Baldi! Een Baldi van aan. Nee, dat gaan we niet doen, Baldi. Niet beginnen tegen mij, hè? Kom dan, jongen. Kom dan. Hier, boom. Nog een paar tik op je neus. Niet doen, hè, Baldi. Hier. Dacht je dan nou? Je bent een pauze. Je bent gewoon een 3 keer neer. Oké, guys. We hebben het hele gebied eigenlijk wel een beetje gehad. Maar nu gaan we even naar de waterkant toe van het hele park. En hoe ziet dat er eigenlijk uit? Oh my god. En hier heb je gewoon een bootje waar je in kan zitten. Oh, dat is zo vet. Ik zeg het je eerlijk. En we hebben ook waterglijbanen. Laten we gewoon van de waterglijbaan afgaan. Oké, guys. Het is de hoogste tijd, denk, om van deze paarse glijbaan af te gaan. En die gaat niet goed, bro. Nee, dat gaat niet best. Laat even een hond veranderen. Die kan er wel doorheen. Kijk eens aan, mijn jong. Ben gewoon een mooie hond. En we gaan er gewoon vanaf. Oh, pas op. En we gaan kijken wat deze glijbaan te bieden heeft, Dan. Damn it. Ah, dit is leuk. Oké, moet niet vast blijven hangen. Maar deze glijbaan... Hey, Pennywise. Dacht je dat nou, bro? Je gaat niet kloten hier. Had je nog wat? Oké, Pennywise, man. Die zat gewoon in de glijbaan. Oh my god. En hier heb je een hele trechter. Oh, dit is zo cool. Dit is echt cool, man. Oh my god. Die dok. Waar komen we uit? Deze trechter is wel vet, mensen. Oh my god. Ja, ik zeg het je eerlijk. Deze pretpark. Ik geef het een 8. Ik vind het... Ik vind de pretpark decoratie. Ik geef het een 10. Maar de uitvoering vind ik een 6. Waarom? Ik kan er niet in. Dus dan vind ik dat toch weer een 6. Deze map krijgt van mij dus gemiddeld een 8. En ja, eigenlijk een 8 is goed, toch? En kijk naar deze glijbaan. Ik ben echt onder indruk. Ik vond het echt een super vette map. Ik vind het wel een van de leukste maps die ze nou hebben in GTA. Maar mensen, we gaan bijna verdrinken. En ik heb gewoon de boksbeugel vast. Deze hond kan gewoon vechten, weet je dat.
Wat wil je doen, homie? Ik weet niet echt wat ik wil doen vandaag, maar heb jij een idee? Je weet niet wat je wil doen? Ja, ik heb toevallig zin in McDonald's. Is dat zo, Daddy? Heb je echt zoveel zin in McDonald's? Ja, man, ik heb echt superveel zin in McDonald's. Maar zou ik dan met je mee mogen naar de McDonald's? Nee, Kermit, ik heb liever dat je hier blijft, weet je. Even dus een beetje de boel bewaken hier. Mijn deur kan niet meer op slot. Je weet wat de vorige keer gebeurd is. Gisteravond. En ja, ik moet eigenlijk naar de begrafenis vandaag. Maar ik heb er niet zoveel zin in. Maar dat is een beetje respectloos voor je, Ravy Dilly. Het is niet netjes. Ik weet het. Sorry, Kermit. Maar ja, het moet gewoon even gebeuren, man. Dus ik zou zeggen, wij gaan lekker. Ik ga even naar de McDonald's toe. En ik zie je zo meteen weer, ja? Maar blijf in ieder geval hier. Zodat ik in ieder geval zeker weet wat jij aan het doen bent. Dus let's go to the McDonald's. Laten we even gaan toeren. Maar waar zit de McDonald's eigenlijk helemaal? Ik zit dus nu helemaal hier. En hoe ver is het rijden eigenlijk vanaf hier? Even zien. Wat? 3 milestones? Dat gaat Kermit niet weten. Hij zou denken, waarom zullen mijn frietjes koud zijn zometeen? Ik snap Kermit best. Maar wij gaan in ieder geval lekker, ja, toch even toeren, weet je? Oh, het is een mooi bos hier. Een mooie dag. Allemaal mooie mensen hier. En ja, oh, deze car gaat lekker fast. I like this fast car, bro. So, woe! I'm getting hungry. Ik heb echt honger. En ja, als je honger hebt, dan moet je naar de Mac. Zo simpel is het eigenlijk, toch? Dus ja. Oké, guys. Wij zijn zojuist aangekomen bij de McDonald's. Het ging niet helemaal goed met deze rit. Zoals jullie kunnen zien is deze auto nu alweer zo wat beschadigd. Maar ja, wij gaan in ieder geval Mackie halen, man. Ik heb echt zoveel honger. Dus laten we dat gelijk even gaan doen. Dus let's go! Yo! Yo, wat wil je hebben? Doe mij maar even kijken hoor. Doe mij maar een Happy Meal alsjeblieft, als dat kan. Ik zal eens even kijken. Wat hebben jullie eigenlijk allemaal? We hebben hamburgers en we hebben zout. Doe maar een double chicken barbecue. Ja. En daarbij wil ik ook een colaatje. En ja, dat is het eigenlijk. Oké, dat wordt dan... Hoeveel gaat het kosten? Oh, dat is wel lekker, though. Ik weet niet wat, nog steeds niet wat het kost, maar ja, ik heb maar gewoon genegeerd. Maar oh, lekker chappen. Ik neem ook even wat verkermend mee, want dit is een beetje lullig verkermend anders. Anyways, ik heb het in ieder geval genoten. Het kost je trouwens nog wel $200. $200? Are you kidding me? Ja, dat zijn de regels hier. Als jij je niet betaalt, dan sturen wij een politie op je af. Ja, is goed. Ik ga even betalen, ja. Moment. Wat denk je nou betalen, hè? Wil je alsjeblieft niet zo intimideren doen? Oh, nee? Jullie weten één ding niet van mij, hè? Yo, wat denk jij? Oké, zo. Even serieus. Oh, je hebt geluk gehad dat ik je niet raak. Help, deze kogels raken, weet. Oh, je hebt pech gehad, bro. In ieder geval, ik ga lekker naar huis toe. In ieder geval werken ze. Maar laat je collega alsjeblieft niet meer zo sociaal doen. Ik betaal helemaal nergens voor. Man, wat een oplichtingbedrijf. $200. Zijn ze wel lekker, man? Ik heb geen idee. Maar ik vind het in ieder geval niet fijn. Weet je wat? Wij gaan lekker naar huis toe. En ja, mijn auto moet wel even gerepareerd worden, want dat is een beetje zonde. Het is in ieder geval een mooie dag, dus we genieten er gewoon van, weet je. En zo te zien zijn we ook weer bijna thuis aangekomen. Het is wel een beetje lastig zoeken hier. Ja, aangezien ik hier niet helemaal bekend ben of zo in deze plek. Maar goed, we zijn als goed bijna thuis. Ja, hier al ergens een beetje in de buurt, hè. Even kijken waar het zit. Wat zijn dit dan? Ik dacht dat leeuwen zijn, gast. Ik schrok al. Maar het zijn gewoon herten. Geen reden om bang te zijn in ieder geval. Oh, daar is mijn huis. Oké, guys. I'm still at home right now. En ik ga eens even kijken wat Kermit aan het doen is. Kermit? Where are you, bro? Kermit? Huh? Bloed? Is dit serieus? Yo. What the hell is er met Kermit gebeurd? Hoe is hij dood? Nee! Oh mijn god, Kermit is vermoord, mensen. Hoe kan dit? Wie heeft hiermee te maken, guys? Ik heb echt geen idee, man. Oh my god, ik vind het super, super eng. Kermit? Hallo? Leef je nog? Oké, we moeten weer even een nummer gaan bellen, man. Oh, mijn god. Laten we dat gelijk even doen. Dus ja, dus laten we zeggen 911. Oké, we gaan bellen. We gaan nu bellen, want ik zweer het je. Kermit is gewoon dood. Dat kan niet. Wat is er gebeurd? 911, what emergency service do you require? Even kijken, wat zullen we doen? Wij hebben de politie nodig. Police officers are en route to your current location. Thanks. Ik hoor de politie al in ieder geval. Ik ga wel mijn wapen wegstoppen, want ik heb helemaal geen wapen gebruikt. Maar goed, ik weet niet waarom dat hij erbij pakt. Mijn auto staat hier gewoon lekker in ieder geval mooi geparkeerd. Mijn schatje. Maar de politie, ah, daar zijn ze. Ik moet ze even uitleggen. Oké, politie is hier. Mooi. Oh, daar zijn ze. Yo, politie, blijf staan. Er is iets gebeurd. Zeg het eens. Yo, I'm here. Bro. Wat is er gebeurd? Politie. Wat? Er is iets gebeurd. Wat dan? Er is iemand dood. Ja. Wat? Deze man gelooft het sprookjes. Ze reageren ook gewoon niet. What the ass fuckers, man. Oh, de politie doet ook helemaal niks, hè. Ja, wel als het gaat om bonnen uitdelen, maar... Ja, dat is echt het enige wat ze doen. Je krijgt wel bonnen uitschreven, maar als er een misdaad is gepleegd, dan reis gewoon door. Wat is dit voor politie, man? Dit is niet leuk. Dit is echt vervelend gewoon, weet je dat? Maar ja, ik weet niet wat ik hier moet doen. Ik ga nog even chillen. Oké, mensen, het is ondertussen al 3 uur 's nachts. Ja, we hebben Kermit nog steeds niet opgeruimd. Ik
Ja, ik weet niet. Ik vind het heel erg stom dat Kermit gewoon neergeschoten. Ik zweer, ik heb echt gewoon medelijden met Kermit. Maximaal gewoon, weet je dat? Ik vind het vreselijk wat er gebeurd is. Wacht, ik was toch bij de McDonald's, hè? Heeft de McDonald's misschien geen clown die hier eventueel achter zou kunnen zitten? Wij gaan er nu op af, weet je dat? Het is nu 3 uur 's nachts, dus laten we in ieder geval naar de McDonald's gaan. Dus let's go. Oké, mensen, wij zijn in ieder geval bijna weer bij de McDonald's. En ja, ik ga even kijken, want ik heb een idee, hè. Ik heb het idee dat er iets achter zit. Ik vertrouw die McDonald's helemaal niet hier zo. Wij gaan even onze... Godverdorie, dat bedoel ik al. Deze paal heb ik dus niet gezien. Deze auto is gewoon veel te groot voor dit parkeervak ook gewoon, weet je dat? Oké, we pakken nog geen wapen. Maar als er hoge nood is, dan trek ik gewoon mijn wapen, ja? We gaan kijken wat er aan de hand is. Ik ga ze even hier bespioneren. Oké, er is dus niks aan de hand. We gaan nu naar binnen toe. Ik hoop dat we naar binnen kunnen sneaken hier. Oké, we zijn in ieder geval gewoon veilig. Ja, ik was misschien niet netjes geweest tegen de medewerkers. Misschien was het gewoon karma voor mij, hoor. Maar oké, ze zien mij dus in ieder geval niet. En ik hoop niet dat er iets ergs gebeurt. Maar laten we daar even op wachten. Oké, mensen. En... Wat? Hij vermoordt gewoon zijn eigen medewerkers? Wat is dit? Nee. Oh mijn god. Dit is echt... Dit is verschrikkelijk. Oké, ik durf er echt niet uit te komen, mensen. Maar Ronald is dus iemand gewoon aan het vermoorden. Oh my god. Maar die andere medewerkers hebben ook gewoon helemaal niks door. Ik vind het heel heftig wat hier gebeurt. Heeft een machete vast? Heeft hij misschien iets met de moord van Kermit te maken? Oké, ik moet... Nee, blijf nou gehurkt. Ik moet echt mijn wapen trekken. Ja, ik vertrouw de zaak echt niet, man. Oh my god. Ik hoop niet dat iemand anders gaat vermoorden ook nog. Ik hoop het echt niet, mensen. En... Wat? Oké. Blijf staan. Stop je mee. Stop. Ik hoop dat hij dood is. Hij is in ieder geval dood. Oh my god, ze hebben politie. De McDonald's is nou gesloten. Ja, dat snap ik best. Oh, er is ook iets. Oké, de McDonald's is in ieder geval dicht. We gaan nu weg. Politie zit eraan. Oh my god, nee. Ik heb hier gewoon iets heel heftigs gedaan. Hoe kan dit nou? Oké, we gaan nu terug naar de locatie, man. Oh my god. Wegwezen. We gaan proberen te ontsnappen van de politie. Ja, ik moest ze wel doodmaken. Hallo, die Ronald, die... Shit, ik kan nog niet rijden hier. Wat een rotplek. Oh, wat een rotplek. De politie heeft me gezien. Politie heeft me sowieso gezien. Wegwezen, of niet? Ik kan hier niet helemaal wegkomen ook, hè? Wat een rotplek hier. Oh, wegwezen. Oh, we moeten uit de politie. Oké, dat is dus niet heel erg best. Kan ik er nog kantelen? Oké, de politie is in ieder geval wel naar mij op zoek. Oh, wegwezen. Ik moet echt uit de handen van de politie blijven. Oké, we gaan hier niet overheen, anders is het echt foute boel. Oh, we zijn in ieder geval bijna aan het snap van de politie. Nee, nog niet helemaal dus. Maar waarom gaan ze bij het strand zoeken? Oh ja, natuurlijk. Omdat het incident vlakbij het strand is gebeurd. Maar ja, in ieder geval. Wij zijn dus goed weg van de politie. Dus wij gaan in ieder geval weer lekker terug naar mijn hometown. Oké, wij zijn dus in ieder geval weer bijna thuis aangekomen. Oh, mijn auto is helemaal naar de knoppen. En ik moet wel de goede kant op rijden, mensen. Oh mijn god. En ja, ik moet de auto even gelijk repareren. Want dat is niet de bedoeling. Ja, kijk, ik heb ook helemaal geen licht hier. Dus het is even zoeken. Oké, daar moet het dan ook gewoon daadwerkelijk zijn, hè. Even zien. Oh mijn god. Ja, ik denk dat het echt weer te maken heeft dat mijn wielen naar de knoppen zijn. Denk ik, hoor. Maar dat weet ik niet zeker. Oké, ik ben dus in ieder geval thuis aangekomen. En oh, ik heb een lastige dag gehad. En wat is hier gebeurd? Ronald ook al in mijn caravan. Oké, ik weet niet wie de moordenaar maar is. Ik ben een beetje bang. Ik durf hier niet meer naar buiten. Mensen, als jullie denken te weten wie hier de moordenaar is, dan wil ik het hier in de comments zien. Dus laat in de comments achter wie eventueel de moordenaar kan zijn. Drop het hier. Welke monster is dat? De volgende keer gaan wij op zoek naar dat monster. Als jullie raden welk monster het is, dan krijgen jullie een cadeautje. Is het open? Hallo, hey. Oh mijn god, de deur is op slot. Hoe dan? Dat normaal is hij nooit op slot. Oké, we gaan zo naar de PR manager toe. Ik weet altijd wel een plek waar eventueel een sleutel kan zijn. Dus we kunnen even kijken of die sleutel misschien daar is. Weet je, we gaan het gewoon doen. Want ik weet niet, het is een beetje gekke werk. En ja, normaal ligt er altijd. En misschien ligt de sleutel achter het gebouw, hè? Dat kan. Maar I don't believe so. Dus we gaan kijken. Oké, moet het dan hier ergens zijn of waar? Nou, hij is in ieder geval niet daar. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar hey, wat doet hij nou ineens? Yo, wat doe jij? Ronald. Of bedoel, clown Pennywise. Hè, met een mes in je handen. Zo, liggen jij vriend? En ja, slapen. Zo, liggen. Jij gaat pitten. Zo, kom je overeind? Oké, weet je wat? Zo, je gaat me niet neersteken, hè? Oh my god, er komt gewoon een klauw met een mes om me afgerend. Oh my god, dat is niet best. Maar in ieder geval, we hebben zijn mes getjoekt. Hij gaat iets meer kunnen betekenen. Oké, we gaan gewoon gauw weg. En ja, we gaan even naar huis toe. Want ja, we moeten even de sleutel even twisten. We moeten eerst even naar de manager toe om de sleutel even te pakken. En dan gaan we naar huis toe. Ik heb geen zin om nog een keer naar de McDonald's terug te rijden. Dus ja, of we gaan gewoon wel naar de McDonald's. We gaan even zien. Maar in ieder geval, we gaan even naar de PR manager toe. En I don't know wat er aan de hand is net. Maar ze blijven er een clown. Alrighty guys. En we zijn dus bijna aangekomen op de next destination. En dat is dus in dat gebouw. Oh jawel. En we moeten gewoon even naar binnen gaan, hè. Allee jonk.
Oké, we gaan even naar boven. En als het goed is, is daar de Maze Bank, oftewel onze PR-managerplek. Waar namelijk de sleutel te vinden is van de Ronald McDonald's. Dus we moeten even gewoon naar binnen toe. We hebben de sleutel nodig. We need some keys, otherwise we can't unlock the door, you know? Oké, we gaan naar binnen toe en let's go. Oké, dus hier moet het zijn, hè? Waar moet het zijn? Hier zo, hè? Oké, we gaan even gauw kijken. Even mensen wegdoen, want ik kom wel heel intimiderend over. Maar goed, daar is het de PR manager. Hey, meneer! Hey, jongeman. Hey, wat heb je nodig? Hey, luister goed. Heb je de sleutels van de McDonald's nog? Waarom? De McDonald's is vandaag gesloten. Dat is nooit zo. Die is 24 uur per dag open. 24 op 7. Ja, maar ik kwam er net ook langs en dat was gewoon dicht. Dat hoort niet, meneer. Ja, weet je, ik kan wel kijken voor je, maar ik denk niet dat ik veel voor je kan betekenen. Oké, dankjewel. Weet je Del, we gaan nu even kijken. Eerst goed, dankjewel PR manager. En hopelijk kun je echt wat vinden nog van mij en dat iets wat kan betekenen. Ja, kom goed. Alright. Oké, ik vond het wel een beetje heel gek, maar waarom bent u zo lang weg? Ik snap er helemaal niks van, maar we gaan even kijken. Hallo? Ben je daar? Hallo? Yo, manager, waar ben je? Yo, waar are you? Volgens mij zag ik iets bewegen. Hey, die deur beweegt. Oké, zou die hier zijn? En oh my god, dat meen je niet! Wat is er met hem gebeurd? Hij ligt daar gewoon eens dood. Nee! Oh my god, rennen, ik heb de sleutel niet van te pakken, maar what the hell? Oké, heel gauw wegwezen hier. Oh mijn god, dit is echt niet normaal. Heel gauw de deur uit, nu wegwezen, nu. What the heck man, wat is hier aan de hand? Ik zweer het je, ik snap er helemaal niks van meer gewoon. Oh, waarom is dit gebeurd? Ik snap het niet. Oké, mensen, we gaan nu gauw door naar huis. Want eerlijk, dit is niet best hoor. Alright, we zijn dus bijna thuis aangekomen, maar what the hell is hier aan de hand man? Ik snap dit niet. Ik vind het gewoon raar en dit hoort ook helemaal niet man. Dus ja, er moet iets aan de hand zijn, maar wie heeft dit gedaan? Wie heeft dit geflixt? Ik smeer het je man. Ik voel me nou echt serieus heel erg rot op dit moment. Ik voel me niet schuldig ook, maar gewoon puur rot, weet je. Je kent het gevoel dat je rot voelt en auw. Oké, dat moest ook niet. En ik spring alleen maar en ik bloed gelijk. Is dat echt zo erg? Oké, als ik tegen de punt aan land kan ik wel begrijpen. Maar ik bedoel gewoon dit, jeet. Nee, dat snap ik nou niet. Ik laat gewoon bloed achter. Hey lieverd. Hey, Deli. Heb je het McDonald's? Nee, ik weet niet wat aan de hand is, maar hij was op slot. De manager van de dingen is vermoord ineens. Hoe dan? En waar die vermoord is? In zijn eigen huis, blijkbaar. Of in zijn eigen kantoor bedoel ik. Wat? Hoe dan? Ja, ik zweer het je. Ik snap ook niks van. Ik ben helemaal in shock. Ik moet iemand even teleurstellen. Dante. Yo, Dante, waar ben jij nou weer? Waar is Dante gebleven? Ik snap het niet. Lieverd. Yo. Waar is Dante? Ik weet niet, was buiten spelen. Hij is niet in de McDonald's meer. Nee, ik weet ook niet anders. Ik kan even buiten kijken. Dante, ben je hier? Yo, Dante. En Zippy, ben jij er nog? Zippo? Zippy? Zal Zippy er nog zijn? We gaan even kijken of Zippy er is, ja? Zippy. Zippo. Hij is ook weg. We gaan even naar de McDonald's toe, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet niet waar ze gebleven zijn. Ze zullen niet buiten spelen zijn. Maar ja, weet je, we kunnen verwachten tot de avond is. En dan kunnen we even de conclusie trekken. Want misschien komen ze zo wel thuis. Weet je wat, mensen? Laten we even lekker gaan wachten. Schat, weet je waar die kinderen zijn? Nee, het is al... Hoe laat is het? Even kijken hoor, het is al gewoon 2 uur 's nachts. Het is wel echt laat op dit moment. Ja, ik weet het, ik snap er ook niks van. Ik weet ook niet, maar... ik ben echt in de war. Wacht, sinds wanneer maak je er zorgen om? Ja, ik weet het, maar kinderen en ik ben vandaag naar McDonald's geweest. Ik voel me gewoon niet lekker bij. Wat denk je dan, lieverd? Ja, weet je, ik ga er nu naartoe, ja? Oké, wees voorzichtig, hè? Ja, ik doe voorzichtig. Oké, we gaan er nu naartoe. En ja, we gaan gewoon even naar de McDonald's toe, let's go. Oké, we gaan nu even kijken wat er aan de hand is. Ik zweer het je, dit kan niet goed zijn. Dus we gaan even bij onze kinderen kijken, misschien zijn ze wel bij de McDonald's. Maar waarom is dat je McDonald's op slot ook zo raar. Zal die maagdenwijze gewoon open zijn? Ik heb geen idee. Ik heb de sleutel er niet getest, dus... Ja, en wie zou er met ons moeten openen? De medewerkers, ik heb er niks meer van gehoord. Want ja, normaal hoor je ze altijd wel op Twitter, Facebook, maar ik heb nog geen post van ze gezien. Helemaal niks. En dan zeg maar wat, want ik ken mensen die daar werken bij de McDonald's. En als zij niet meer ineens posten, ze zijn niet meer op WhatsApp, weet ik voor wat, dan begin ik me er wel zorgen over te maken. En ik denk dat het foute boel is. Ik zweer het je, of ze zijn allemaal toevallig vakantie, maar daar gelooft toch niemand in. Ja, ze zitten allemaal toevallig tegelijk het vliegtuig, wil je zeggen. Ze hebben allemaal tegelijk de vakantie. En toevallig is ook de McDonald's mee dicht. En toevallig is de manager ook op vakantie, die toevallig net in haar eigen kantoor was. Geloof het zelf. Daar gelooft toch geen ene hond in, jongen. Even serieus. Maar goed, we gaan even lekker blijven rijden. En ja, even kijken wie ik daar eigenlijk allemaal kan afzetten en weet ik veel wat. Want ja, we moeten wel even zorgen dat het safe is. Alright, we zijn dus bijna aangekomen op de volgende plek. En ja, let's go. Oh my god, ik ben heel benieuwd. Waar moet het zijn? Daarachter, hè? Oké, 3, 2, 1. Level up. Oké, nee, dat niet. Ja, maar hier is het dus. Yes. Oké, dus hier moeten we zenen. Oké, we gaan eens even heel gauw kijken wat hier aan de hand is. En ja, alrighty. En Ronald McDonald's. Wat heb je hiermee te maken? Wil je kinderen zien, Dante en Zippy? Of Zippo? Ja, die wil ik heel graag zien. Oké, dan even in de wc zou ik zeggen. Oké, in de wc. En waarom dat? Gewoon kijken. Geen discussie over mogelijk. Oké, en what the hell, Dante? Dante, nee. Nee, dat meen je niet. Wat heb je gedaan, Ronald? Nee. Nee, dat wil ik niet meer horen. En wat? Wat heb je met mijn kind gedaan? Nee. Wil je de volgende zijn? Nee. En over je vrouw gesproken, hè? Ja. Misschien is er ook wel eens mee gebeurd. Maar je bent hier. Ja, maar ik kan teleporteren, hè? Wat? Ben je serieus? Ja, maar eerst jij. Denk je dat? Au, wat doe je nou? Even serieus. Jij gaat neer, Ronald. Zo. Ik heb ook een mes, vriend, hè? Ik zeg je eerlijk. Ja, inderdaad. Je steel hard, jongen. Slapen jij, papi. Slapie. Zo, had je nou wel, hè, Ronald? Zo. Hoppakee.
En niet meer doen, hè? Zo, Ronald als neermensen. Oh my god. Maar over mijn vrouw gesproken, wat bedoelt hij daarmee? Ik denk dat we terug naar huis moeten en kijken wat met mijn vrouw aan de hand is. Want, pff, dit klonk niet goed. Laat ik het zo zeggen. Het klonk alsof hij iets heeft gedaan, wat ik niet weet wat. Snap je wat ik bedoel? Ik blijf me gek vinden, maar we gaan door naar huis. Dus 3, 2 en 3, 2, 1. Level up. Oké, nee. Niet level up. Door naar huis. Go. Oké, en we zijn dus bijna thuis aangekomen en... Ik zweer het, ik ben in de war. Ik ben echt in de war gewoon. Ik snap niet dat iemand zo ver kan gaan voor dit. Ik zeg je heel eerlijk, man. Sommige mensen zijn echt gewoon gestoord. En, oké. Mevrouw, wat is daarmee aan de hand? Want ja, ik kan niet zo teleporteren, dat zou ik niet denken. Maar we gaan even kijken. Yo, lieverd! Lieverd, hallo? Hallo? Nee, lieverd, wat is met jou aan de hand? Oh nee. Lieverd! Lieverd! Hallo? Oh nee. Ze is ook al neer. Wat? Oh my god, een heel die bankbloed. Oh my god. Nee, man, ik zeg je eerlijk, dit is niet leuk. Yes, I'm gonna buy something, man. Doe mij maar rails, blikvoer en donuts. Hallo, wat zit jij nou te doen? Wat doe je stoeren, hè? Ik doe helemaal niet verkeerd. Ik ben gewoon een burger. Wil je vechten met mij? Ik ben een man, dus ik ben sterker. Nou, dat zullen we wel eens zien. Want ik heb tenminste wel echt een spiermassa opgebouwd met die straatgevecht, hè? Voor het laatst heb ik ook mijn ex ervaren gepakt. Ik dacht dat ik gespierd was. Nou, hij begon te helen. Hij begon te bloeden. Dus ik zou me niet te veel zeggen. Ik ga je nu elkaar slaan. Zo, holy shit. Ze gaan vechten met elkaar. En waarom komt de politie trouwens? Huh? Oh mijn god. Zo, die agressienek. Dat kan niet. Zo, die gevechten kunnen niet, man. What the hell? Oh, die man wordt echt in elkaar gebeut. Hier, ik zei toch dat ik de sterkste was? Au, holy moly. Zo, die krijgt een paar trappen, joh. Man, die moet terugvechten. Nee, man. What the hell? Zo, die kreeg je voor langs, hè? Hier, wil je nog een paar klappen krijgen? Kijk, is goed zo, voor jezelf opkomen. Zo doe je dat. Oei. Goed zo, sla die helemaal in elkaar. Dit is een mooi gevecht, hè, of niet? Ik geniet hier wel van. Ik geniet van dit soort gevechten, maar... Die vrouw is... Ja, die heeft een knuppel vast. Vind je het gek dat hij sterker is? Hallo? Dit is helemaal niet fair. En jouw gewicht? Ja, die kun je er heel goed opzetten. Dat die man het overleeft... Zweertje, een paar knuppelklappen, je bent er gelijk dood hoor. Dat durf je niet allemaal niet lang nodig. Maar dammit, gaat hij nog winnen? Of gaat er nog iemand die überhaupt winnen vandaag? Oei, wow. Holy crap. Kijk dan. Oei, ja, je weer een trap van krijgen, nek. Ja, volgens mij is hij dood, hè? Nee. Hoe overleeft hij dit? Oké, dit is gewoon een enge vecht. Maar er is nog steeds geen winnaar in het spel. Oei. Jongens, die gaat er winnen. Ouch. Nou, volgens mij is wel duidelijk een winnaar. Oh, mijn god. Hé, hey, mevrouw. Wat denk je wel niet, hè? Wat heb je mee te maken? Hé. Hey. Zo. Dat dacht ik even niet. Oh, ik heb maar één klap nodig. En die toevallig rent die man weg. Waar is hij dan? Waar ben jij? Hè? Wat dachten ze? Man... Het is een mooi bloedbad hier. Wegwezen. Maar die andere is echt dood aan het bloeden hier. Oei. Oké, wegwezen hier. Niet luisteren. Niet luisteren naar de politie. Laat ze me achtervolgen. Is goed. Ik ga weg. Oké, politie denkt even... Oei. Doen ze slim. Maar dat is in Amerika de truc. Hey. Niet op mij schieten, maat. Maar damn. Dat gevecht was spannend. Ik heb in ieder geval mijn eten op eten te halen. We gaan lekker weg. En we gaan even naar het penthouse toe, man. Want daar woont Pennywise. En als Pennywise er woont, dan moeten we hem opzoeken. En als we moeten opzoeken, dan moeten we hem ophalen. Je weet hoe het gaat, toch? Dan moeten we dat even doen, toch? Ja, man. Maar we gaan eens even genieten. Dus ik zie jullie vanavond weer. Oké, guys. Ladies and gentlemen. We are almost by the penthouse. En wie gaan we er ophalen? Juist, ja. Pennywise. En Pennywise, ik weet niet of hij er nog is. Maar hij weet dat hij daar naartoe moet. Dus ik weet niet of Pennywise bij me mee rijdt. Ik weet niet of dat verstandig is of dat hij gaat lopen. Maar we moeten even kijken. Ik ben benieuwd. Pennywise weet van niks over Ronald McDonald's. Dus dat is het mooie. Ronald McDonald's woont daar gewoon. Maar ja, ik ben hier de huiseigenaar en hun huren allebei dit huis, zeg maar dan. En ja, voor mij is het alleen maar winst. Dus ik hoop dat het samen kan. Dat gewoon twee wildvreemden in één huis kunnen huren. Snap je? Dus ja. Oké, hier gaan we naar binnen toe. Oké, we moeten even draaien, want het is niet goed. Moet wel kloppen, Deli. Juist hem. Hier moet je naar beneden toe. Hey, sorry mevrouwtje. Sorry mevrouw. Oké, we gaan naar binnen toe. Kijk. Luisteren ze tenminste. Good day, sir. I will be parking your cars. Oké, nou, dat heb ik al gedaan bij deze. Oké, ik heb al geparkt. Ik kan zelf heel goed parkeren, maatjes. Ik weet, ik vind het heel lief, maar we gaan Pennywise ophalen. En ja, man, moeten we wel eens even een wapen wegdoen, want het is niet netjes. Ik bedoel, die mensen doen mij toch niks aan. Kom op.
Nee. Oké, in ieder geval, welkom, sir. Yo, welkom. Thank you. En eens even kijken. Dan gaan we bij Pennywise. Volgens mij zit hij in zijn kamer of een pad. En ik ga tegen Pennywise zeggen dat wij naar dat nieuwe huis moeten. Ja? Ik denk dat ze echt boos op mij geworden, hoor. Ik denk dat ze me willen doodmaken. Ja, Pennywise? Wat ben jij dan? Ik dacht dat hij hier was. Pennywise. Where are you? Mie. Ik ben onderweg. Oh, je bent al onderweg. Ik dacht dat je hier zat. Nou ja, in ieder geval laten we weer terug naar huis gaan. Ik wou Pennywise eigenlijk ophalen, maar ja. Als hij er niet is, dan is hij er niet, hè? Snap je? Oh, daar is Pennywise. Yo, Pennywise, kom je eraan? Nee, ik kan er niet naartoe. Oké, maar ik ga even rijden, ja? En trouwens, de radio mag wel uitstaan. Zo, dan zie ik je daar, Pennywise. Nee. Oké, klinkt een beetje als een enge Steppard clown. Maar ja, dat is niet anders. Clowns zijn sowieso best wel eng. Dus ja, we gaan naar huis rijden. En ik ben heel benieuwd of Pennywise er is, ja of nee. Maar daar komen we snel genoeg achter. Hey. Woe! Kan tenminste goed ontwijken hier. Tenminste, voor zolang het duurt. Mag goed blijven rijden. Kijken hoe goed ik auto's kan ontwijken. En dan komt het al goed, hè? Weet je wat? Ik zie jullie weer thuis. Oké, guys. We zijn dus bij de thuis aangekomen. Groot licht aan. We kunnen iets meer zien. Ja, een heel stuk meer. Een beetje overbelicht zelfs. Zo erg is dit eigenlijk. Sorry, ik ben verkouden. Corona. Maar goed. Corona bestaat trouwens niet. Hey. Nee, dat gaan we geen grapjes over maken. Dat heftige virus. Het is een killer virus, snap je? Maar goed, we zijn thuis gekomen. Ik ben benieuwd wat Pennywise aan het doen is. Dus laten we even naar binnen gaan. Oké, ik ben heel benieuwd wat Pennywise. Maar hoe is die zich aan het maken is? Ik ben een beetje aan de late kant thuis. Ik moet sowieso nog wat dingen regelen. Maar ik ben heel benieuwd wat Pennywise aan het doen is. En ja, ik hoop dat ze kamertje heeft gevonden. Niet mijn bed, alsjeblieft. Maar ja, we moeten even naar kijken. Oh, het is zo donker, jongens. En dat licht. De studio. Ze kunnen rappen als ze willen. Ze kunnen alles doen in het huis. Ze kunnen doen wat ze willen. Echt waar. Ze kunnen op meerdere plekken chillen. Er zijn wel meer dan één plek. Ben benieuwd. Heeft Pennywise als eerste kamer gevonden, denken jullie? Nou, hier niet. Hier ook niet. En daar ook niet zo te zien. Toch niet op mijn bed, hè? Even kijken, hoor. What the f... Oh my god. Oh my god. Wat is Pennywise hier aan het doen? Wat? Oh, dit kan echt niet. Wat een mafkees. Oké, volgens mij gaan die twee met elkaar matten. Dat ziet er niet heel best uit. Maar ja, ze staan niet goed tegenover elkaar, denk ik. Dus ja, laten we hem even binnenhalen. Oké, ik ben benieuwd. Wie gaat er winnen, mensen? Zou het Ronald zijn of Pennywise? Ze staan een beetje tegen elkaar aan te kijken. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ze zijn dus niet veel aan het doen, hè? Gaat het nog wel gebeuren? Het is niet zo heel spannend om eigenlijk naar te kijken, zo te zeggen. Hè? Ze mogen met elkaar even mappen, maar ze staan dus tegen elkaar. Ze willen elkaar doodmaken, denk ik, of niet? Oké, wat gaat er gebeuren? Een au! Zo! Pak hem aan! Oei, wegwezen hier. Gaat toch niet mij aanvallen, hè? Oei. Oké, wie gaat er winnen, mensen? Wat denk je? Ik ben heel benieuwd. Ik kan me zo meteen moeien, hè? Zou ik me zo meteen gaan moeien in de battle? Of niet? Oké, ze zitten elkaar echt af te matten gewoon. Zo, slaan de badkamer, zou ik zeggen, hè? Zo. Nou ja, vinden ze niet heel fijn om elkaars gezicht te slaan, maar goed. Ouch. Dat gaat goed. Ik ga eens even kijken. Nou ja, wel even een beetje... Zou ik even bemoeien? Zou ik even mijn gevechten gaan bemoeien? Laat ik mijn knakker dus te pakken. Hey, rustig. Zo. Waarschijnlijk gaat hij nu met mij aan slaan, hè? Oké, nou zit er eentje in de jacuzzi. Ga jij maar eens even chillen, maat. Zo. Oké, Pennywise is dood. Oh, Ronald. Zo. En jij bent ook dood. Kan ik lekker slapen? McDonald's komt sowieso naar buiten, of niet? Oké, en wat? Hij komt naar buiten. En huh? Waar rent hij naartoe? Oké, we gaan hem volgen, Shit, hij rent helemaal weg. Oké, blijf achter. Hij is aan het rennen, zie ik. Hij rent snel. Ik kan hem niet normaal bijhouden, man. Oké, ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar ik ben veel te langzaam met mijn motortje hier. Oh, daar is hij. Ik hoop niet dat hij me hoort. Hij ziet waarschijnlijk wel veel licht. En oké, hij weet dus niet waar hij naartoe moet. Wat is dit, Ronald? Waar is hij mee bezig? Hij staat daar heel doodleuk voor, maar geen idee waarom. Hoor je niet de andere kant op te lopen, jongen? Jongen. Hij staat daar maar gewoon wat, hè? Ja, dat zal maar weer. Maar even kijken, heel pad hier. Waar leidt het pad naartoe eigenlijk? Nu ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig eigenlijk, weet je dat? En, nu snap ik het al. Dus Ronald McDonald's heeft er iets mee te maken, hè? Weet je, we gaan wegwezen. En ik ga wraak nemen op het bedrijf waar ik het slagen, tenminste, die mij proberen in de zeik te nemen. Ze proberen me vast te zetten ergens, hè? Dus we gaan er nu naartoe. En we gaan het hele bedrijf even in de hand steken. Ik heb nou mijn tovercocktails gebouwd. Ja, ik heb geen geld. Dus dan weet je, moet je resources zoeken en dan kun je het maken. Dus ja, we hebben in ieder geval gewoon mijn tovercocktails. En we steken die token in de hand. Misschien is het een veel beter idee. Want ja, dit is niet de bedoeling natuurlijk, hè? Oh mijn god. Wat ben ik toch teleurgesteld in de mensheid, zeg? Tjietje, meneertje. Ik ben in ieder geval niet blij. Laten we het daarop houden. Blij ei ben ik niet. Oké, mensen, we zijn dus aangekomen op het bedrijf. En wat hun hebben gedaan bij mij, ik ben daar zo niet blij mee. Maar hun zullen ook niet blij zijn met de wraakactie die ik ga nemen op hun. Want jongens, denk maar niet
Oh ja, tuurlijk. Het is een wapenvrij gebied hier. Ah, ik kan geen wapens gooien, of wel? Please! Hoezo kan dat niet? Ik mag hier geen wapens vasthouden, dus ik kan geen wraak nemen. Anyways, ja, dan hou het op, hè. Ik kan gewoon... Ja, dan is het wel heel goed afgeschermd. Maar deze boerenstal is ook van deze eigenaar. Weet je, als het toch niet bij jullie kunt gooien, dan doe het gewoon lekker hier, toch? Hier, geniet ervan, jongens. Succes. Dat is jullie verdiende loon. Hier, gaat jullie leren. Oh, en om het even af te leren... Hoppakee. Succes ermee. Ik weet niet of hier ergens iets omheen is, maar we gaan eens even kijken. Het staat hier lekker mooi te fikken. Is hier ergens een huis of zo? Hier kun je niet naar binnen. Oh, wel een helmpje op, hè? Anders ben je illegaal hier. Maar anyways, wat vond je van deze wraakactie? Het is wel goed glad hier in ieder geval. Dat kan ik wel bewijzen. Wij gaan in ieder geval even naar McDonald's toe. En we zullen even de McDonald's in de hand steken. Ronald, ik denk dat Ronald met McDonald's gewoon achter zit. Maar hij was toch dood? Of... ik denk dat het ziekenhuis hem was gelegen, want hij zou wel naar het ziekenhuis geworden zijn. Maar ik weet alleen niet wie Kermit naar het ziekenhuis heeft gebracht. Want Kermit en Kikker liggen nu ook in het ziekenhuis. Maar wie heeft hem daar naartoe gebracht eigenlijk? Dat vraag ik me eigenlijk wel eens af, weet je dat? Wij gaan eens even een kijkje nemen bij de McDonald's. En dan gaan we die McDonald's maar eens even in de hand steken. Oh ja, waar staat die kerel trouwens eigenlijk met die hotdogkraam? Nu ga ik eens even daar ook even naar kijken. Want nu ga ik eens even vertellen wat er eigenlijk wat zij aan het doen hier. Oh, foto. Een verrekijker. Mooie bergen bekijken. Groot gelijk even. En komt er een trein aan? Nee, jut! Nou, mooi. Oké, we zijn dus aangekomen bij New Yankton. Sorry. Sorry dat ik je laat schrikken, man. Oh, en misschien moet de overcocktail ook even weg. Ik ga eens even vertellen wat er is voorgevallen, ja? Sorry. Ik doe even ragdollen. Zo, weg jij. Wat denk je wel niet, hè? Laat mij eens eventjes hier eten. Weet je wat ik ga doen? Oh, ga je me slaan. En dan ga je wegrennen. Hier, kom dan, jongen. Jij wilt te vechten? Ja, je moet ook gewoon je verantwoordelijkheid nemen, man. Oh, wat ben je moe, wat ben je een pussy. Oh, waar ga je naartoe dan? Hé, je bent bang toch? Je wou vechten? En dan ren je vervolgens weg. Ja, echt, wat ben jij een pussy. Weet je wat met zulke mensen doen? Oeh, je hebt geluk. Jongen, ik raak het nog niet eens. Hier, dacht even niet, vriend. Gaan we niet fokken met mij, hè? Oké, terug naar de kraam. Yo, man. Ik vond het heel netjes hoe je tegen die man deed, hè? Maar had ik gelijk gisteren? Ja, je hebt inderdaad best wel gelijk gehad, eigenlijk. Oh, dat dacht ik al. Ik wil even toch wel vertellen wat er gebeurd is. Maar maak trouwens eens een donut. Ja, hoor. Kost je wel tientje. Oh, wel een beetje dure donut, maar goed, weet je? Ja, ik weet het. Hier is alles best wel duur, eigenlijk. Rijke luisgebieden, hè? Ja, dat is waar. Vertel eens eigenlijk wat er is voorgevallen. Nou ja, waar ik eigenlijk wil mee beginnen is. Ik wou gisteren zeg maar solliciteren. En het klonk heel positief, maar ik mocht wel sowieso niet de stafkamer binnen. Ja, nu weet ik kijken waar je naar bedoelt. Haha, ja, ik weet het alweer. Jij hebt 100% de kerstman gezien. Hoe weet je dit allemaal? Maak mij niks wegwijs, jongens. Ik heb verhalen gehoord in deze buurt. En heel veel mensen in dat huis worden al vaak gemist. Maar ik vind het wel knap dat jij nog leeft. Misschien hebben ze wel iets met jou gedaan of zo. Of willen ze iets met jou doen. Ik weet het niet. Maar hoe weet je die verhalen überhaupt? Hé, hey, hou me toch niet voor de gek, hè? Nee. Oké, ik ben weg. Oké. Wow. Hé, hey, wat denk jij? Jongen. Hier, gaan ze me allemaal aanvallen? Hier, wegwezen jij. Jongen. Je wil mij aanvallen? Weet je wat we gaan doen? Wil jij mij wel slaan? Je hebt geluk, hè? Hier, lig je te slapen nu? Is klaar? Goed zo. Allemaal oprotten. Je hebt geen recht van spreken om mij aan te vallen. Maar goed, misschien beschermen we elkaar van juist heel erg. Dat weet ik niet. Dan gaan we terug naar de andere kant toe, man. Woehoehoe, let's jump. Maar... In ieder geval, wij gaan weer terug naar Los Santos. Ik heb het eigenlijk wel met je gehad hier zo. En ja, weet je, we gaan even de vliegtuig pakken. En we gaan Ronald McDonald's even opzoeken. Waarschijnlijk is hij terug naar zijn McDonald's gegaan. Want hij is wel weer gewoon hersteld. Dat is wel heel snel. Of zijn er meerdere in Ronald McDonald's? Laat even achter wat jullie denken, kijkers. Oké, we are back in the town. En laten we naar de Mackey gaan, man. Ik hoop dat Ronald McDonald's aan het werk is. Anders is het niet goed. Hey guys, wij zijn dus bijna bij de McDonald's aangekomen. En ja, ik ben echt benieuwd, mensen. Ik heb eigenlijk ook wel een beetje honger, dus we gaan ook even gelijk iets bestellen. En pff, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar we zullen eens... Huh? Hallo? Wat is hier gebeurd? Nee. Zit. Hij praat hier zo. Nee. Ik hoor mensen. Wat doet hij daar? Niet best, man. Ik weet niet waarom, mensen, maar ik vind het niet chill dat hij aan het rennen is. Ik denk dat hij naar mij op zoek is, of niet? We zullen eens eventjes onszelf introduceren. Ja, hij is dus naar mij op zoek. Hier, wat denk jij? Ben je blij? Hè? Jongen toch. Ik loop wel weg, hè? Auw! Hey! Doe eens normaal, joh! Nee. Wat doe jij? Heb jij al die mensen hier vermoord? Kilootzak. Hè?
Wat denk je wel niet? De volgende stap zal zijn, ik steek je gewoon neer. Auw! Doe ze normaal, joh. Nee. Hier, kun je krijgen, hè? Hier, bam! Auw! Doe ze normaal! Ouch! Ah, hij raakt me wel hard, man. Dit haalt niet uit, hè? Ouch! Verdorie, ik word helemaal aangevallen hier. Help! Nee, waarom heb je al die tijd gedaan? Dus jij hebt al die moorden gepleegd. Nee. Geef antwoord dan. Mensen, wat denk je? Heeft hij dat gedaan? hij ligt nog steeds. Hoeveel levens heeft hij? Niet dat ik heel weinig levens heb. Hier. Klaar. Hier. Ben je nou dood? Nog niet? Hoe hou je dit vol? Weet je wat ik ga doen nu? Sorry, ik ben er helemaal klaar mee. Hoppa! Zo! Denk je wel niet, hè? Blaas heel die McDonald's even op hier. Zo! Oh, en dan zijn er nog niet genoeg was, Ronald. Zo, succes met doodbranden jij. Oh, maar nu heb ik mezelf ook gepakt. Dat is niet de bedoeling. Maar deze McDonald's zal niet langer een Mackie zijn. Ik ga geen langer een Mackie blijven, bro. Helemaal klaar mee. Jullie willen mij aanvallen? Ik val jullie aan. Hij houdt wel vol, hoor, die Ronald. Heb je nu je zin? Hè? Heb je je zin? Wat? Hoe hou je dit vol? Hoe leeft hij nog steeds? Jongen. Ik vind wel dat hij knap hoor, dat hij dit volhoudt. Wat? Hij heeft 9 levens of zo. Hoe hou je dit vol? Succes. Brand alsjeblieft dood. Eerlijk, ik heb al... Is hij wel dood nu? Ja, dat moet wel. We got him. We finally killed the final boss of... De Mac. Hey, eerlijk, de Mac is nog wel in volle staat hier. Zo, ik moet eens even naar het toilet trouwens. Is de Mac nog in volle staat hier? Wat? Een lijk in de wc? Dat is niet de bedoeling. Wij gaan weer terug naar huis toe. En ik ben benieuwd of alles geregeld is. Moet ook even langs het ziekenhuis, man. Even langs Kermit de Kikker. Moet ook even gebeuren. Oké, mensen, we zijn dus bijna bij het ziekenhuis aangekomen. En we gaan even kijken hoe mijn Kermit gaat. Want hij is, als het goed is, is hij in dit ziekenhuis. Oh, hier kan ik natuurlijk niet in. Dan moet ik even de andere ingang pakken. Let's do that. Oké, als het goed is, moet Kermit hier achter liggen dan. Tenminste, ik denk het. Dus laten we even naar binnen gaan. Ik zie dat hier een popo in voor de deur staat. En ja hoor, hier moet Kermit dan daadwerkelijk ook zijn. Is dit pas wat kapot kan? Nee. Oké. Kermit? Yo! Zo, het is nog steeds helemaal opgeblazen hier en alles. Jezus. Kermit? Hallo? Kan ik deze opblazen, die bedden? Nee, dat werkt niet. Maar Kermit is er gewoon niet. Nee, man. Dit is niet de bedoeling. We gaan ons even ragdollen, bro. Dat overleef ik wel. Ik kan wel iets hebben, jongens. En jeet! Kijk. Zo komen we tenminste nog veilig beneden. Zo kan het ook, Franklin. Je zit wel echt onder bloed, man. Maar ja, ik ben dus wel sterker geworden, zoals jullie kunnen zien. Ik kan tenminste ergens tegen. Snap je? Oké, dat is niet heel goed voor mijn auto dit. Oké, guys, we zijn dus bijna weer thuis aangekomen zoals jullie kunnen zien. Het is wel laat, mijn auto heeft schade opgelopen. Ik weet het is vervelend. Maar ja, ik moet ook even mijn rust kunnen pakken, toch? Mijn eigen caravan, die is in ieder geval alsnog voor mij. Ik heb gelukkig niet verkocht. En gelukkig, ja, dat huis is gewoon scam. Dat is gewoon, de huurplaats is gewoon naar McDonald's. En laten we eerlijk zijn, ik ga nog veel ellende meemaken. Dus ik hou ermee op met daar te wonen. Zo mensen, ik heb dus vandaag de hele dag weer gevochten. Wij gaan weer terug naar huis en... Hij ligt daar weer. Dus ja, ik weet het niet. Ronald heeft hier niks mee te maken gewoon. Ik weet het zeker. Ik voel het. Ronald heeft hier echt niks mee te maken. En dat kan ik eigenlijk wel bevestigen. Ja, ik ben echt benieuwd wie erachter zit. Zou het toch Kermit zijn, mensen? Ik weet het niet. Laat like achter. En ik zie je later terug bij een nieuwe video. Maar Kermit is in ieder geval verdwenen. Dus ik weet niet waar die mag zijn. Tot de volgende video.